Ja, we zitten hier met Mats Gies, een wat onbekendere speler. Maar de laatste weken haalt hij wel verdomd veel midden 90 gemiddeld dus. Een paar weken terug speelde hij nog op een Euro2 qualifier voor Leeuwarden. Dat ging eigenlijk wel verrassend goed. Ging inderdaad lekker goed. Ja, twee potten gespeeld. Eén keer 97 gemiddeld, één keer 98 gemiddeld. Maar toch niet genoeg, hè? Want dan verlies je wel gewoon met 98 gemiddeld. Het zijn natuurlijk ook korte potjes, hè? Dat is natuurlijk lastig. En dan kun je alsnog wel een hoger gemiddelde hebben. Maar ja, als je tegenstander dan net op het juiste moment wel die finish gooit, of wel die dubbel gooit, ja, dan kun je alsnog met 6 of 7 punten hoger gemiddeld kun je alsnog verliezen. Dan ging je onderuit door twee hele sterke finishes van Arjen Kontemann. Hoe kijk je er dan tegenaan dat hij die potten na eigenlijk totaal niet het niveau haalt van die twee potten daarvoor? Ja, dat is altijd balen. Hè? Maar goed, aan de ene kant heb je ook geen invloed meer op. Hè? Kijk, op het moment dat je daar staat, dan moet je gewoon winnen. En hij gooit twee hele goede finishes, hij wint hem. Prima, hè? Daar heb ik vrede mee. Als ik zelf nou 2 of 3 legs heel veel dubbels had gemist, dan wordt het een ander verhaal. Maar als je zelf gewoon lekker staat te spelen, je haalt 98 gemiddeld en dan verlies je. Ja, dat maakt het niet uit. Maar dan is het wel balen natuurlijk dat hij er daarna met een lager gemiddelde afgaat. Of dat mensen zich dan toch plaatsen, hè, met een stuk lager gemiddeld. Maar ja, daar doe je niks aan. Over jou, begin van het jaar, heb je Q-School gespeeld. Hij dacht er een paar keer dat je dichtbij ging komen. Mm. Maar je ging naar huis. Ja. Heb je daar spijt van gehad achteraf? Achteraf heb ik daar wel spijt van gehad, ja. Ja, zeker. Ja. Nou ja, we gingen inderdaad naar huis. Ik zat op het randje de laatste dag, net niet gehaald. Dus ja, we dachten van ja, dan ga je terug. En we zijn dezelfde avond zijn we nog teruggereden. Toen kreeg ik de volgende ochtend een telefoontje van de PDC. Van ja, is nog iemand afgevallen? Je mag meedoen, ben je nog in de buurt? Dus ik zei van nee, ik ben alweer in Dokkum. Dus nee, uiteindelijk had ik nog mee mogen doen aan de final stage. Maar ja, het was... Het voelde niet lekker die dagen. Ik heb eigenlijk geen enkele. Ik heb misschien 1 of 2 goede potjes gespeeld. Maar de andere wedstrijden, het gevoel was er niet. Gemiddeldes waren ook niet top. Dus dan had ik ook weinig vertrouwen gehad voor de laatste paar dagen, denk ik. Want voor de kennis was je eigenlijk vooraf van Q-School een van de outsiders. Eigenlijk met de hele grote pot, met een Owen Roelofs bijvoorbeeld. Een van de hele grote outsiders. Ja. Ging je zelf ook met dat gevoel heen? Of wat was eigenlijk het idee om naar Q-School te gaan? Echt die tourkaart, Challenge Tour, Euro Tour qualifiers, wat was een beetje het idee daarvan? Nou, ik had wel het idee. Ik was echt begin van het jaar, eind vorig jaar, echt wel goed in vorm. Echt lekker gespeeld, goede gemiddeldes. In de Super League, in de competities ging het erg goed. Dus ik ging wel met vertrouwen die kant op. Ik had sowieso eigenlijk wel verwacht de final stage te halen. Tourkaart, daar kun je eigenlijk niet. Daar moet je of een hele goede dag hebben, of je moet die dagen enorm constant zijn. Dus daar was ik niet voor gegaan. Het was meer inderdaad Q-School en dan de Eurotour qualifiers de rest van het jaar. En maar ik had er wel meer van verwacht. Achteraf had ik er wel meer uit kunnen halen. Ga je nog wat Eurotour qualifiers gooien? Er komen er niet heel veel meer, maar met jouw huidige vorm? Ja, zeker. Ja. Over 2 weken geloof ik. 2 weken inmiddels al is dan in Hildesheim, hè, worden er weer 5 gegooid. Dus dat is wel heel fijn, want vroeger was dat nog anders. Dan moest je soms voor 1 Eurotour qualifier helemaal naar Zuid-Duitsland rijden en dan kon je de volgende dag weer naar huis. Nu hebben ze het een beetje meer gebundeld, heb je er 4 of 5 tegelijk. Dus dat maakt het ook voor darters zoals ik, die ernaast gewoon aan het werk zijn en eigenlijk gewoon natuurlijk op amateurniveau zitten, maakt het wel makkelijker om dat allemaal af te gaan. Dus dat is wel echt een plus ten opzichte van een paar jaar geleden. Toen kostte het veel meer tijd zeg maar in het hele jaar om alles te gooien. Ja, je haalt het al aan, je werkt ook nog. Maar vooral voor Omroep Friesland, je bent natuurlijk freelance, je doet wel meerdere dingen. Maar jij reist ook vaak mee met Danny Noppert als verslaggever. Hoe is dat? Ja, dat is hartstikke leuk. Hè, Danny en ik kennen elkaar natuurlijk goed. Toen Danny zijn tourkaart haalde dat jaar zijn we een hele hoop samen op pad geweest. Hebben we hotels gedeeld. Danny heeft natuurlijk net wel, Danny heeft toen goed zijn tourkaart gepakt. En heeft toen echt heel erg doorgezet. Ja. Dat is hartstikke leuk om hem nu voor de omroep te kunnen filmen. Hè. Vooral omdat we juist zoveel samen ook hebben gegooid en zoveel samen hebben gereisd. Vind ik het wel fantastisch om te zien hoe hij heeft doorgezet. Hè. Ik had echt wel verwacht dat Danny een hele goede darter zou worden. Maar dat hij in de top 8 van de wereld zou komen, dat had ik van tevoren echt niet aanzien komen. Dus ik vind het echt wel knap hoe hij is gegroeid. Andere spelers waar jij veel mee optrekt, die hebben de afgelopen weken ook een soort van comeback zien maken. Hij heeft natuurlijk wel heel veel Super League gespeeld, bij jou en het team zelfs, is Jan Dekker. Ja. Gooide heel goed, ging er helaas af tegen Martijn Dracht. Maar
Wat zijn de plannen van Jan? Hoe speelt hij in de Super League? Is dat ook dit niveau? Want dit is eigenlijk beter dan dat het zijn laatste jaar was. Jan is de laatste tijd echt lekker aan het gooien. Hij heeft natuurlijk een hele tijd gehad dat hij zijn tourkaart had en dat hij ook het hele circuit afliep. Dat doet hij de laatste tijd natuurlijk niet. Wat zijn plannen zijn verder, dat weet ik niet. Maar hij speelde inderdaad bij de kwalificatie gewoon weer keurig. En dan zie je ook dat het er echt wel in zit. Hè? Ook al ben je dan een tijdje misschien weer weg van het hoogste niveau. Uiteindelijk als je dan een lekkere dag hebt, dan kun je gewoon ver komen. En dan kun je best een paar goede potten winnen. Net niet gehaald helaas, maar wel goed gespeeld. Terug naar jou. Achter op jouw shirt staat altijd matschies.nl. Nou hebben we even research gedaan, maar die website doet het niet meer. Wat is daar de reden achter? Die ooit weer offline gehaald. Ja, zeker. Dat is ook trouwens een oud shirt hoor. Toen ik op de Eurotour speelde in 2018. Ik heb één keer het hoofdpodium gehaald bij de Eurotour. Inderdaad, dat is alweer 5 jaar terug. Toen had ik het shirt aan, dus het was inmiddels pas niet zo goed meer. Wat wil jij nog in de toekomst? Wil jij heel graag een keer een tourkaart om te kijken hoe het is op de Tour? Of wil je toch wel eens een keer een jaar Challenge Tour gaan spelen? Heb je misschien ambities voor de Mode Super Series? Daar komen qualifiers voor. Misschien wel heel goed voor een week om jou daar te ontwikkelen. Is dat misschien wat voor jou? Ja, zou kunnen misschien. Hè? Ik denk wel dat het echt het profdarters zijn en zo vaak van huis, dat voor mij niet is weggelegd. Ik vind het wel fantastisch om mee te kunnen. Hè? Dat vind ik het mooiste. Als je mee kan op dit niveau, dat is super. Hè? Die qualifiers gooien. Ik hoop nog een keer het WK te halen. Daar was ik vorig jaar heel dichtbij. Finale hier toen in Leeuwarden van het kwalificatietoernooi, het West-Europese kwalificatietoernooi toen verloren. En daar bouw ik achteraf wel erg van hoor. Want het WK, daar wil ik nog wel een keer staan. Maar een tourkaart en week in, week uit weg zijn van huis, dat is met werk niet te combineren, dat is met thuis niet te combineren. Dus zo nu en dan meedoen op dit niveau, dat is prachtig. Maar om fulltime darter te worden, dat hoeft voor mij niet. Dus een week in de Mode Super Series zou je geen nee tegen zeggen? Nee, zou ik leuk vinden. Ja, zeker. Dat is mooi om te zien hè, hoe dat zich ook ontwikkelt. 10 jaar terug had je dat allemaal niet. Als je kijkt wat er voor mogelijkheden zijn voor de darters tegenwoordig, dat is fantastisch. Je kunt overal elke week op hoog niveau gooien. En dat zie je ook aan die mannen hè, die daar gooien. Hetzelfde geldt voor Arjen Konteman, een hele hoop andere Nederlanders. Die krijgen gewoon de kans om zoveel op dat niveau te spelen. En daarom wordt de gemiddelde dus en het niveau wordt gewoon een stuk hoger. Het niveau wordt ook een stuk hoger, maar jouw niveau is eigenlijk ook nog steeds groeiende. Ja. En natuurlijk een wat jaren wat stiller geweest. Dan vorig jaar bij Dutch Open kwam je met je korte broek heel hoog. En jouw manier van voorbereiding, het is iets anders dan een normale darter. Iets meer rust, iets meer beleving. Je hebt eigenlijk een soort plan als jij naar een toernooi trekt. Ja, dat klopt wel. Ja. Nou ja, het is ook gewoon. Ik dart nu inmiddels ook zo'n 11 jaar, denk ik. 10, 11 jaar. En op een gegeven moment word je daar ook wel wat rustiger in. Hè? Ik weet nog dat ik de eerste keer op de Dutch Open kwam. Dat was toen nog in Veldhoven. Daar sta je te trillen. De eerste paar wedstrijden. Dat is echt zo groot. Hè? Zoveel spanning. Maar op een gegeven moment weet je daar natuurlijk wel wat meer mee om te gaan. Maar ja, als het de belangrijke wedstrijd aankomt en het wordt dan echt spannend. Ja, dan blijft het natuurlijk elke keer weer blijft het lastig. Zijn meer WDF-toernooien nog een optie voor jou? Om eventueel nog een Lakeside te halen? Of wil je eerst zien of het constant op Lakeside blijft? Ja, ik weet het niet. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn om er een keer te spelen. Maar dan denk ik eerder misschien via kwalificatietoernooi. Hè? Zoals het nu de laatste jaren in Assen is geweest. Hè, dan zou dat eerder voor mij een optie zijn. Dus om het hele circuit af te lopen, ook met gewoon mijn werk erbij, dat is wel lastig. Maar ja, dat zou kunnen. Hè? Dat is ook een keuze. Hè? Als je zegt, ik ga gewoon een jaar lang elk weekend naar het buitenland, dan denk ik echt wel dat ik op Lakeside kan staan. Maar het is een keuze. Je moet ervoor kiezen. Je gaf net aan dat je de Mode Super Series interessant vindt. Er komen over een maand, 2 maanden EDC Qualifiers Europe. Is dat wat voor jou? We gaan ervan uit dat er waarschijnlijk wel één in Nederland is. Oh, ja. Is dat interessant voor jou? Nou, zou kunnen inderdaad. Ja, als het inderdaad korte kwalificatietoernooien zijn, dan is het hartstikke leuk om te gooien natuurlijk. Ja, zeker. Maar er is zoveel hè. Er is natuurlijk NDB, er is Super League, je hebt de reguliere competities. Dus je kan best wel een hoop gooien. Dus het is vooral tijd en kiezen en wat wil je. Dat is ook de reden dat we jou niet op de Challenge Tour zien. Nee, bijvoorbeeld. Nee, want dat zijn natuurlijk wel prachtige toernooien hè. En hetzelfde geldt voor de Development Tour natuurlijk. Dan krijg je gewoon de kans om op hoog niveau te spelen. En daar word je ook echt beter van. Dat is echt, dat is wat te zien. Gewoon super hoog niveau. Maar dat is wel, je bent wel weer 5 dagen van huis. Dus, het moet wel kunnen.
Maar wat jij nu zegt, je bent 5 dagen van huis en je niveau wordt daar wel beter van. Maar als we jouw niveau nu zien met de voorbereiding die jij hebt gedaan, ja, kan het ook op een alternatieve manier. Ja, zeker. Ja. Ja, je hoeft niet per se heel veel te gooien of heel veel te trainen om uiteindelijk toch een goed niveau te laten zien. Hè? Ik heb in het verleden ook wel, toen ik wat jonger was, echt wel 2-3 uur per dag staan gooien. Maar het zorgt ook voor druk, hè? Als je dan ergens staat, dan verwacht je ook een hoop van jezelf. Het laatste jaar train ik thuis eigenlijk heel weinig, maar doe ik het op Super League en competitie en toernooien. En juist het laatste jaar kan ik wel zien dat de gemiddeldes wat omhoog gaan en dat je toch een hoop wedstrijden wint. Dus ja, zeg het maar. Misschien ga je dan ook met minder verwachtingen gewoon de wedstrijden in. Je zegt minder verwachtingen, maar het kan ook zijn omdat je nu heel veel wedstrijden speelt en minder traint, dat jouw wedstrijdritme omhoog gaat. Dus dat jij makkelijker anticipeert op momenten dat er druk op staat. Zeker, ja, natuurlijk. En op het moment dat het lekker gaat, hè, dat zou ook iedereen zeggen, als je er lekker in zit en je wint wedstrijden, je bent in vorm, dan gaat het ook makkelijker. Hè? Als je een dipje hebt en allemaal net niet en je verliest wedstrijden op belangrijke momenten, ja, dat gaat ook in je kop zitten op een gegeven moment. Dus nee, dan moet je, als het op een gegeven moment lekker loopt, dan heb je heus niet uren training nodig. Dan kun je het best op die wedstrijden en op die ervaring kun je doen. Ja. Dus jij traint minder of ga je wel eens trainen met meerdere jongens? Dus dat je thuis niet meer traint, maar dat je dan een soort roulatiespelletje speelt met meerdere darters? Dat doen we ook wel hoor. Ja, ja, we trainen wel in de weken dat we bijvoorbeeld geen competitie hebben, trainen we met het competitieteam. Maar verder moet ik zeggen dat eigenlijk vrij weinig echt trainen. Dus nee, dus dat ja, daar moet je ook tijd voor hebben natuurlijk. Hè? Maar het is niet noodzakelijk denk ik om echt goed te kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor deze mannen hè. Kijk hoe vaak ze van huis zijn hier. Eurotour, sommigen dan nog Premier League. Op de vloer, ze gooien zoveel. Ik denk echt niet dat je dan nog uren training per dag nodig hebt. Terug naar jou. De Eurotour qualifiers staan voor de deur. Hoe zwaar is zo'n toernooi, zo'n Eurotour qualifier? Loodzwaar. Ja, er zijn 2 plekjes. Hè? Er zijn maar 2 plekjes voor het hoofdtoernooi. Een paar jaar terug, toen waren er in principe nog 8 plekken per qualifier. Hè? Toen deden wel de tourkaarthouders mee. Er zijn 2 plekjes en je speelt 2 qualifiers op een dag. Dus dat is wel heel pittig om daar dan uiteindelijk door te komen. Er worden ook gewoon gemiddeld dus van boven de 100 gegooid. Dus je hebt soms nog wel eens mazzel hè, dat je tegen iemand speelt die echt een stuk minder is. Maar je hebt zoveel vaste gezichten daar. Je hebt zo'n 20 of 30 man die hem kunnen winnen. Dus dat is loodzwaar. En dan is de vraag, gaan we jou zien op de Eurotour nog dit jaar? Ik hoop het wel. Ja, zeker. Ja, er komen natuurlijk in Hildesheim 5 qualifiers aan. En waarom niet? Als je 97, 98 gemiddeld gooit, dan kun je best winnen. Maar ja, doe het maar eens 5 wedstrijden op rij. Hè? Kijk, je kan nog 3 wedstrijden goed gooien. Als je de beslissende wedstrijd dan een stuk minder bent, dan ga je eraf. Dus als er een constante dag is, dan ik weet dat ik het kan. Dus dan zou het best kunnen. We gaan het zien, Mats. Dankjewel. Hey, graag gedaan.